Vrijdagmiddag is op het Canadaplein het Alkmaarse deel van het Holocaustmonument levenslicht gerealiseerd. Het monument bestaat uit losse stenen die zijn bewerkt met lichtgevende verf. Een pulserend licht laat ze dan als het ware ademen en daarmee leven. Iedere steen staat voor een slachtoffer. Sipora van Gelder Prins. Helena Sophia van Gelder. Er is niet zomaar voor stenen gekozen. Het steentje is iets eeuwigs, dat zal nooit vergaan. En op deze wijze met het leggen van een steentje ten nagedachtenis van al die 124 mensen die omgebracht zijn, op deze wijze te herdenken voor een eeuwigheid, dat zullen we nooit vergeten. Maria Gutmer Hagens, Leon Turksma, Rebecca Dresden Pesaro. En daarom is het zo fijn dat de scholen er zijn, dat de kinderen er zijn, betrokken worden met deze herdenking en het laten zien dat die slachtoffers misschien niet in levende lijven hier zijn, maar wel bij ons in gedachten altijd zullen voortleven. Het leggen van de stenen is onderdeel van het kunstwerk dat pas echt tot leven komt als het donker wordt. Zolang er geen vrede is op de wereld, blijven we op deze wijze herdenken. Hopen dat het morgen voorbij is.